Yo, Vaco Gamers, welkom terug bij meer GTA San Andreas. Ik ben aangekomen bij het vraagteken. En zoals je aan mijn auto kan zien, was het een barre tocht. Het was een behoorlijk eind rijden. Het is hier hartstikke mistig, dat is niet best. Hé, hey, mevrouw, bent u een ouderwetse hoer? Dat is een hoer met pensioen, denk ik. Dus dat betekent dat hij dood moet, hè? Zo werkt dat hier in San Andreas. First date. Oh, CJ heeft een liefje. Dit is echt wel een wijf dat goed bij CJ past. Dat past prima. Net zo'n agressief figuur als CJ zelf is. Ja, peace loving CJ natuurlijk. Serieus, wat een babe. Je hebt toch een groter probleem dan CJ? Oké. Jongen, hey, vliegtuig. Stap in, wijf. Dan gaan we eens even rijden. Ik krijg een idee waar naartoe. Catalina. Wat, gaan we het hele land overvallen? Catalina is crazy, jongens. Oh, een drankwinkel. Moeten we die allemaal gaan doen? Dat zijn er vier. Oké, dat is wel waar. Daar heeft ze wel gelijk in. Ik ben tenslotte de chauffeur, hè. Maar ze heeft niet in de gaten dat CJ echt goed kan rijden. Oh, we hadden gewoon in dat stadje kunnen blijven zitten. Wat een wijf, joh, dit. Nou, dan gaan we gewoon met deze doen, hè. Dit dollarteken is lekker dichtbij. We have gas. Dat is mooi, want mijn benzine is bijna op. Waar is de gas? Gas. Oh, daar. Tanker commander. Mens, alsjeblieft, ontspan nou eens een beetje. Waarom? Jullie hebben toch niks te vrezen daarbinnen? Wat moet jij met een hele tanker vol met benzine? Oh, er hangt geen eens een tanker achter, dus dat heeft niet zoveel nut. Er zit geen tanker in, of er zit geen benzine in. Oh, dit staat hier. Haha, mogen we die meenemen? Bij Z en X. Oké, dat zijn deze twee. Nou. Klik. Klik, doe maar klik. Moet ik er echt precies recht voor staan, jongens? Echt? Klik. Haha. Nou, waar gaan we naartoe? Oh, jij denkt ja, ons met dat autootje te kunnen tegenhouden? Voor het geval je het niet in de gaten hebt, we hebben een tanker vol met benzine bij ons, hè, vent? Hey, doe eens niet zo gek, man. Doe eens niet zo knetter. Not to disconnect the trailer. Ja, dat wordt een beetje lastig met de figuur dat ons de hele tijd afschiet. Wacht even. We gaan eerst even dit probleem oplossen. Hey, die vent rijdt zomaar onder mijn auto door. Hoppa, kom, we gaan eerst even oplossen dit. Doe dood. Doe kapot. Catalina, doe niet als een psycho bitch heen en weer rennen en help me eens even. Machine gun. Oh, ik moet hier niet schieten, want dan blaast hij zo meteen mijn auto op. Hoppa. Ja, dan gaan we lekker daarheen. Dat is één. En dat is... Dus dood. Ah, de kop heb jij. En dat is twee. Nou, we hebben daar ook geen last meer van. Dan kunnen we veilig deze tanker met benzine wegrijden. Wat een taffe sfeer. Catalina, stap in, wijf. Oh, dan stapt hij weer uit. Dat is de verkeerde knop. Ik moet C en X hebben. Get back in the cab. Ja, ja. Catalina, stap in. Kom. Huppata. Geen geklier. Gewoon even luisteren naar de baas, hè. CJ is de man, dus CJ is de baas. Tenminste, dat zei Catalina net zelf, hè. Dat is niet mijn idee. Dat is Catalina's idee. Waar gaan we in godesnaam helemaal naartoe? Volgens mij gaan we helemaal verkeerd. Zie je wel, we gaan verkeerd. We moeten keren. En dan terug naar die stad en dan linksaf. Oké. Nou, dan gaan we even hier naar beneden rijden. Dan gaan we hier wel keren. Gaan eens kijken of ik mooi achteruit kan steken met zo'n vrachtwagen. Dat zal wel weer niet. Dat heb ik nooit helemaal begrepen. Hoe je een vrachtwagen nou met een aanhangwagen nou moet keren. Kijken of ik dat kan leren. Hier te plekken. Oh, nou, dat gaat nog best netjes. Hoppa. Zo doet CJ dat even. Die draait zijn hand niet ervoor om een tanker met aanhangwagen te draaien. Ga aan de kant mee, taxi. Moet er langs. En dan moeten we dus helemaal terugrijden naar die stad. En daar ergens linksaf. Dus dan gaan we hier even een stukje over het gras. Een beetje off-road met onze vrachtwagen. Dit lijkt me een perfecte vrachtwagen om mee off-road te rijden.
En dan gaan we hier linksaf. Waar gaan we dan naartoe? Montgomery. Het klinkt mij allemaal best. Ik heb geen idee waar Montgomery ligt, maar dat gele driehoekje staat daar links. Dus dan gaan we maar naar links, hè. Wie ben ik om het beroemde gele driehoekje te... daar tegenin te gaan? CJ, maar weer een vliegtuig. Waarom vliegen die gasten alleen maar 's nachts? Zijn ze bang om overdag te vliegen of zo? Ik ga weer helemaal verkeerd. Wat ben ik toch een enorme amateur. Ik kan dit spel gewoon helemaal niet. I've been this and lasted with his wife underground. Uh-oh. Dat is hartstikke hard naar beneden. Nou, dan gaan we hier wel naar rechts. Under the city. Oftewel in het riool. Daar leven turtles, hè? In het riool. Ik ga nou eerst even goed op de kaart kijken. Waar gaan we nou? Oh, gewoon rechtdoor. We zaten toch goed. Ik had daar wel linksaf gekund, maar hier rechtsaf kon ook, blijkbaar. Nou, doen we dat toch lekker. The rain in the desert. They won't remember your name. The head that won't cost to give me your name. Die politieagent mag er even langs. Zat die wat moeilijk doen? Dat wil ik niet. Moeten we hier zijn? Ja, hier moeten we zijn. Tut tut. Kijken wat we hebben. Benzine. Kan je net zo lang je auto volgooien als je wil. Catalina, what have you brought me today? Nou, hoe ziet het eruit? Een limousine. Nou goed. Cash? Eindelijk? Krijgen we cash? Krijgen we echt serieus cash? Oh, joepie, eindelijk. Dat heeft een tijd geduurd, hè? Doe maar cash, kom maar. Ja, goodbye, muts. Krijgen we cash of neem jij alles mee? Cash, 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 please, 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 please. $5,000? Wat dan? Plissie. Serieus, hé? Wat een apen die gasten. Rijden hem eerst bijna plat. Hé. Hey. Telefoon. Ja. Carl. Who is this? You know me. This is the truth. The truth. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No. We have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Mwah, deze aflevering nog niet volgens mij. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure no. Ik wil niet graag met een vent afspreken in een motel in Angel Pine, meneer The Truth. Ik heb wel een ander idee van een leuke nacht te doorbrengen. Wat is die politieauto nou aan het doen? Hij rijdt een beetje rond met zijn sirenes, maar hij heeft helemaal geen snelheid. Nou, muscle weer omhoog. Altijd fijn. Waar zitten we in godesnaam? In the middle of nowhere, hè? We zitten weer in the middle of nowhere. Nou, laten we eens naar die truth gaan. Zit die vent aan dat te doen? Meneer? Meneer, dit is niet de manier om te fietsen. Zo, ik zal hem even uit uw lijden verlossen. Wat een aap, joh. Denk dat hij zo moet fietsen. Je mag nog wel even terug naar papa, voordat hij zijn nieuwe fietslessen krijgt. Maar dit werkt natuurlijk niet. Remington, wat een klote car, nu al. Hij glijdt alle kanten op, man. Laten we eens naar die truth gaan. Want voor de waarheid ben ik altijd in. And in a was life, I understand. Woo! Insane stunt! Nou, dat vind ik ook wel. Ben ik al met het spel eens dat het een insane stunt was. Kijk hem nog... Nee. Hij wil niet meer op zijn bandjes komen. Nou, dan toch lekker niet, joh. Dom ding. Wat heb ik nou aan jou? Hey, een treinrails. Dat is niet goed. Dan word ik zo meteen hartstikke kapot plat gereden door een trein. Goed bezig, Lars. Goed bezig. Je zit weer in the middle of nowhere. De vacuum gamers hebben niks interessants om naar te kijken. En jij bent aan het zwetsen over treinen die je kapot rijden. Ik vind het nou al helemaal niks. Allemaal huisjes. Serieus, is dat een vlammenwerper ernaast? Is dat echt een vlammenwerper, jongens? Grof geschud. De vlammenwerpers liggen op straat hier in San Andreas, jongens. Top. Ik wou dat ik hem eerder gehad had. Had een hoop moeite geschild. K-Rose. Nee, geen K-Rose. K-Dust. Kijk, betere muziek. Dan kappen we die muziek meteen maar even af, want ik wil weer even op de kaart kijken. Waar zit de truth? Daar helemaal. Wat een end, man. Dan ga ik even knippen, hoor, jongens. Zie jullie zo meteen bij de truth. Tot zo.
En daar zijn we voor de You Get In Motel. Of het You Get In Motel. En we zijn bij de Truth. Hey, Tenpenny, makker, grabber, gozer. Volgens mij heeft Tenpenny een beetje aan de pretplantjes gezeten. Of aan de pretpelletjes. Oh, is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, whatever. Hush up, man. Serieus, geeft die gast altijd zo'n plantje. Hij wordt er even relaxed van. You with some of the finest. Hij stikt er ook echt bijna in. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. Een grote spiegel heeft hij erachter hangen. Oh. Yo, True, come here, man. Hey, hippie. Welcome, friend. Ah, dank u. Coole haarband. Oh, moet ik nou geld uit gaan geven? Ik dacht het niet. Ik verzamel geld. Carl, I got a real do-gooder fucking with me. And I want you to take this evil green poison and drop it on. Heeft hij het nou over geld of over die plantjes? Met dat evil green poison. Oh, het lijkt hier echt wel een wiet of een drugsupermarkt of zo, jongens. Je kan hier krijgen wat je wil. Iemand een paar ons coke, hier kan je het krijgen. En neem je stok mee. Beetje rommel maken hier in andermans huis, hè? Ja, FBI zijn wij, ja. Zie ik eruit als een FBI-agent? Nee, toch, hè? Godjongen. Veel te verhuur, die Truth. Niet? Ja, ja. Oh, dus moeten we ze in elkaar gaan trimmen, zeker, hè? Maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester and I need one. Get it, then you can pay me. Serieus, ik moet dus voor jou gaan werken en dan moet ik je ook nog betalen. Dus ik moet betalen om voor jou te werken. Ik dacht het niet, meneer The Truth. Normaal gesproken werkt dat een beetje andersom. Get to the farm where the combine harvester is located. Nou vooruit, het eerste dat het moet om verder te komen in het spel. Anders had ik gewoon keihard geweigerd. Waar moeten we naartoe? Kunnen we hier links af en dan... Jeetje meneetje, wat een ente. We gaan hier links af, dan nog een keer links af. En ik ga weer knippen, want dit gaat me veel te lang duren. Ik zie jullie zo meteen als we bij de boerderij zijn. Old MacDonald had a farm, we zijn er. Tut tut. Zo, dat ziet er gevaarlijk uit. The combine harvester is located at the field toward the back of the farm. Okay, there are several groups of survivalists working that will not take kindly to any strangers. Oh, ik ben geen stranger, ik ben CJ. Get them to the farm and steal the combine harvester. Okay, dan gaan we er gewoon à la Leroy Jenkins op af, hè. Leroy Jenkins! Hallo, hallo. Jullie zijn makkelijk te ontwijken, jongens. Hoppa. Uh-oh, er zit er eentje met een geweer. Hoppa. Nou, eroverheen. Mooi, dat is een mooi wapen. Dank u. Hoe gaan we deze nou weer open krijgen? Huppata. Zo, mag ik hem hebben? Dank u. Oh, hij stapt zelf uit. Dat is beleefd. Take the combine harvester back to the Truth Farm. Ha. Hey, niet op mij schieten. Is niet netjes. Uh-oh. Gadverdamme. Wel handig om gehaktballen mee te maken, dit ding. Jongens, jullie komen eronder. Als je nou niet uitkijkt. Als je nou niet uitkijkt, dan word je straks ook zelf een hooibaal, hoor. Maakt mij niet uit, maar ik denk dat het voor jullie verstandiger is om gewoon even aan de kant te gaan. Uh-oh, niet ontploffen. Ontploffen maar bij hem. Goed zo. Ik vind dit ding veel te mooi en veel te cool om kapot te laten gaan. Huppata. Jongens, ga nou aan de kant. Je ziet toch dat ik gewoon doorrij. Boeit mij helemaal niks of jullie in de weg staan, hoor. Ik rij wel door. Kan ik hem meenemen op het hoekje? Ja. Nou, waar is die farm van de Truth? Moet ik ook nog helemaal gaan zoeken, zeker? Oh, nu werkt hij vlakbij. Linksaf en naar rechts. Gast is aan de kant. Move, met je autootje. Move. Ga aan de kant, ik moet er langs. Die gast is heel vervelend aan het doen.
Maar zo meteen schiet hij dat ding kapot. Dat moeten we niet hebben. Zo, huppata. Serieus, gast, heeft die gast zoveel schade gedaan? Dat is een krachtig wapen. Zag je hem? Ze komen stunten met hun tractoren. Ga nou aan de kant met die auto. Move. Je staat gigantisch in de weg. Je krijgt je dingen niet terug, dus je hoeft het niet te proberen. Ik ga echt dit hele coole retencoole ding niet teruggeven, hoor. Omdat jij dat toevallig graag wil. No effing way. Gast, ga weg met je... Ja, ik ben hem nou echt zo gigantisch zat. Of haar ben ik zat. Zo, huppakee. Klaar met die onzin nou. Dit is vanaf nu mijn harvester. Wend hem maar verstaan. Deze van de kant. Tutut. Ja, Walton. Walk to Walton. Echt niet. Ga weg. Ik wil in mijn harvester. Normaal gesproken zou ik hier naar beneden racen met het ding. Maar dit ziet er niet uit als een auto waarmee je echt offroad moet gaan rijden. Iets zegt me dat deze auto niet zo goed rijdt meer als die op zijn kop ligt. Met normale auto's kom je dan nog wel weer op je wieltjes terecht, weet je wel. Maar met deze zou ik het niet proberen. Het is niet echt een stuntauto dit. Wel handig om het gras mee te maaien. Heb je in één keer je hele gazon te pakken. Effectief bezig. Zijn we hier naar rechts? Ja. Oh, we zijn er al bijna, joh. Tutut. Daar is het al. We zijn bijna thuis met bijna geen gezondheid meer. Goed gedaan, CJ. Lekker bezig, jongen. Meneer The Truth zal blij met je zijn. Hoppa. En je krijgt geen geld van The Truth. Dan weet je dat vast. Whoop-de-doo. Is dat hetzelfde als in de Mr. Whoopie-ijsje zit? Denk het wel. Nou, neem die telefoon eens op, CJ. Hey, Carly, hoi. What's up? Coole wagen hier trouwens. She's with me, she's okay for now. The varios los aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor. They don't mean Jack in Los Santos now. Oh, dus ik heb al die tijd voor niks respect verzameld. Dat is eigenlijk wat je zegt nu, hè? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. I just got some shit to take care of, and No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Hans. We'll see you in Angel Pine. Okay, tot ziens in Angel Pine. En Vaco Gamers, jullie zie ik later. Deze mission is passed. Vergeet niet om een groen duimpje achter te laten. Vergeet niet om te abonneren. Vergeet niet om een comment achter te laten. En dan zie ik jullie de volgende keer heel graag terug bij meer GTA San Andreas. En bij meer avonturen van CJ. Een mazzel!